tijdens het festival Poetry International 2016, waar Anneke Brassinga een van de festivalgasten was, sprong er een jonge dichter op haar af en die begon haar onmiddellijk te ondervragen. De belangrijkste vraag was: mevrouw Brassinga, wat is volgens u nou goede poëzie? En Anneke dacht heel even na en toen zei ze: een goed gedicht, daar moet vooral voor mij verzet in zitten. Dus met die gedachte in het achterhoofd heb ik het gedicht Weg van haar gekozen om dadelijk wat verder op in te gaan. Ze had dat gedicht ook gekozen in haar voordracht op het festival. Het staat in Wederkerig, haar laatste bundel, maar het staat ook in Wachtwoorden, de grote verzamelbundel van al het werk, denk gemaakt naar aanleiding van de PC Hoofdprijs die zij onlangs heeft gewonnen. Weg. Een kamer vol verlaten schoenen. Maar uit al haar schoenen staat zij op. Verrijst in vele gestalten. De ene verdwenene die nu als toen weer vier komt aanlopen. Lachend door het donker van de Leeuwenpoort. Erachter schrijnt de zon. Zij is een schaduw rustend onder bloemen, onder gras. En ik hink als een aap in haar gestorven schoenen. In haar oude jas, in de koude wind die droom van leven nablijft jagen. Ik zal op onbekende plekken komen, daar jouw sporen prenten, de hakken in het zand. Ja, de hakken in het zand. Daar eindigt het gedicht mee. Ik moest daar, toen ik dat las, direct denken aan die uitspraak van haar. Moet een soort verzet in zitten. De hakken in het zand. Dat wil ik eigenlijk gewoon direct koppelen aan de titel. De laatste regel, en dat is ook eigenlijk een tip die ik altijd aan lezers of mensen die graag poëzie leren lezen, die heb je namelijk heel veel, geef. Kijk nou eens naar wat de titel van het gedicht doet met de laatste regel, of andersom, wat is eigenlijk de relatie tussen die twee? Wat is de relatie tussen het woord weg en de zin jouw sporen prenten, daar jouw sporen prenten, de hakken in het zand? Natuurlijk, je ziet eigenlijk dat de hakken als het ware een prent maken, dat zouden kunnen staan, maar sporen vormen eigenlijk een weg. En natuurlijk heeft dat woord weg een dubbele betekenis. Als je het gedicht goed beluisterd hebt, gaat het ook letterlijk over iemand die weg is, de verdwenene. Het is eigenlijk al voor in het gedicht wordt dat zo gezegd, de ene verdwenene staat er. En in de laatste regel zie je eigenlijk het beeld opengaande worden eigenlijk, denk ik, een soort imprentingen gemaakt. Zoals het woord imprentingen, dat staat er wel niet, maar het woord prenten staat er wel. Dus die associatie zou je kunnen maken. Altijd gaat over geheugen. Altijd eigenlijk gaat over herinneringen die diep ingeprent zijn. Staat er de hakken in het zand, dan is dat zo'n heel mooi beeld van het vieren, wat ook al midden in het gedicht nog eens letterlijk gezegd wordt. Vier, gewoon. Hakken in het zand, rechte rug, dat staat er niet, hè. Maar ik heb wel eens de neiging om dan zo'n soort gedachte daarbij te maken. Heel belangrijk vind ik het om allemaal weer terug te gaan naar de letterlijkheid van de tekst. Dus kom je in de eerste strofe aan, dan kom je eigenlijk in een soort ruimte waar allemaal schoenen staan. En dat is natuurlijk typisch iets ook van vrouwen. Ik neem ook aan dat het over een vrouw gaat, want er staat zij. Er is een ik in het gedicht en een zij. Dus we gaan eruit vanuit dat het een vrouw is over wie gesproken wordt. Met ongelooflijk veel, verlaten schoenen. Dat is natuurlijk iets anders dan oude schoenen, want daar moet ik dan aan denken. Maar het gaat over verlaten schoenen. Schoenen die niet meer gebruikt worden, die eigenlijk verlaten zijn. En ik vind dat zelf een heel mooi beeld van iemand die overleden is. De kast met schoenen die iemand achterlaat. Die roept onmiddellijk het beeld op. Want je ziet als het ware aan de vorm van de schoenen en ook soms van hoe ze behandeld zijn, wie iemand is geweest. Je kunt ook eigenlijk die schoenen nauwelijks ooit meer dragen. Maar in dit gedicht gebeurt er wel iets dergelijks. Eigenlijk staat er in de derde strofe: ik hink als een aap in haar gestorven schoenen. In haar oude jas. In de koude wind. En dat vind ik een heel ontroerend beeld. Alsof er als het ware
ja, toch een poging wordt gedaan om die schoenen nog weer in beweging te krijgen. Om dat hele beeld van degene die er kennelijk niet meer is, gewoon weer tot leven te roepen. Dit gedicht lijkt mij ook in die zin te gaan echt over dood en leven. En dan is het heel bijzonder dat er gesproken wordt over de Leeuwenpoort. Dat is een plek op, in de buurt van Korinthe, waar een hele grote muur is gebouwd van 900 meter in Mycene. Dat heet de Leeuwenpoort. Daar kan je onderdoor. En ja, misschien kan je ervan uitgaan dat de dichter daar met haar geweest is of niet. Dat is ook niet zo heel belangrijk, maar het roept in ieder geval het beeld op van een herinnering. Aan de hand van die schoenen. En daar staat ze, daar loopt zij lachend door die poort. En die poort is eigenlijk een scheiding tussen licht en donker. Ik vind het heel mooi dat ze daar zo letterlijk lachend wordt geïntroduceerd. Vier en lachend door de Leeuwenpoort. Een beeld van twee leeuwen. Een hele indrukwekkende poort eigenlijk. Leeuwen zonder koppen. Die daar zo boven de poort zijn afgebeeld. En dan staat er in het gedicht, erachter schrijnt de zon. En dat vind ik wel fantastisch. Het is niet een vondst, het is echt denk ik een bewuste keus. Toen ik het voor het eerst las, dacht ik dat er staat, erachter schijnt de zon. Maar dat staat er niet, er staat schrijnt. En in het woord schrijn zit natuurlijk ook gewoon het woord schrijn. In de zin van de schrijn, zoals er een tempel is die reliquieën verbergt, of het kleine doosje, het versierde doosje, de schrijn, maar ook natuurlijk gewoon puur de schrijn, de pijnlijkheid van het verlies, het schrijnende verlies. En dan eindigt ze zo het gedicht met een soort beeld van, ja, jij bent daar, jouw herinnering is daar onder de bloemen, zo mag ik dat denk ik opvatten, en dan zie je de ik eigenlijk in die schoenen, als het ware, dat leven nog een keer, uitbreiden, zegt ook, ik zal op onbekende plekken komen. Er is een soort toekomstbeeld. En die onbekende plekken, die zijn natuurlijk ook voor degene die er niet meer is, plekken waar, ja, waar ze nooit meer zou komen. Maar jouw sporen, dus ik neem jou als het ware mee, die zal ik daar in het zand prenten. Zo lees ik dat, een soort overwinning op de dood.